geen prik, allemaal naar Texel sturen. Of naar Terschelling. Oh, dus als je niet bent gevaccineerd, dan? Naar Terschelling sturen. En wat dan? En daar wonen? Ja, nou, daar wonen. Eerst mag je weer terug zo overzwemmen als je geprikt bent. Nou, vandaag gaat Wiebren van Hagen aangifte doen tegen Hugo de Jonge, want hij vindt dat de QR-code zorgt voor discriminatie en medische apartheid. Hier zijn we dan, de grote dag. Ja, nou ja, ik ben nog steeds hartstikke boos. En daarom doen we ook aangifte. Hè. We hebben een petitie gestart, 253.000 keer getekend. En we gaan nu hier aangifte doen van discriminatie, haatzaaien, groepsbelediging tegen minister van VWS, Hugo de Jonge. Ja, dus op basis van de QR-code, daar ben je het niet mee eens? Nou, onder andere de QR-code, maar ook de continue uitlatingen van Hugo de Jonge over niet-gevaccineerden. Hè. Het is een pandemie van de niet-gevaccineerden. Hij zet twee groepen tegen elkaar op en we vinden dat echt verwerpelijk en dat moet stoppen. Ja, ik heb ook geen moeite mee, want er zijn zat mensen die het niet hebben. Daar is het wel. Ik vind het ook een vorm van discriminatie, ja, hoe je het ook bekijkt. Ik denk dat het beste is dat je niet over dit verhaal gaat praten. Hoe bedoel je? Je verspreidt het verhaal zo. Ja? Maar dus we moeten het gewoon allemaal doodzwijgen? Ja. Dus niet meer over QR-codes praten? Nee, als niemand erover heeft, dan is het er ook niet. Nou, die QR-code is er echt hoor. Ja, als jij erover praat wel. Nou, als ik hier de restaurant in moet al. En als je er ook aan meewerkt ook. Hey, die QR-code, het is niet perfect, het is niet ideaal, het is ook niet leuk, maar misschien wel heel erg hard nodig. Is het ook niet zo van, joh, het is even tijdelijk, we moeten er maar even mee doen? Nou, dat zou je nog kunnen zeggen als het logisch was en zin zou hebben. Maar zolang gevaccineerde mensen volledig besmettelijk een restaurant in kunnen en daar naast mensen die ongevaccineerd zitten, die net getest zijn, dan is de logica totaal zoek. Dus het is een zinloze maatregel. Het is ook een hele dominante maatregel die dus heel kwetsend is voor mensen zoals ik die niet gevaccineerd zijn. Dus laten we ermee stoppen. Het heeft geen zin in de bestrijding van corona. Dus dat is denk ik de hoofdzaak. Komen we er ooit nog uit deze crisis? Denk het niet. Ik denk niet dat we ooit van dit virus afkomen. Nee. Daar heb ik helemaal geen fiducie in hoor, eerlijk gezegd. Het Mark Rutte en Hugo de Jonge virus, komen we daar ooit vanaf? Ja, nou ik hoop het wel ooit. Wat hoop je dat de aangifte uiteindelijk zal aanrichten? Nou, ik hoop dat er een veroordeling uitkomt en dat Hugo de Jonge veroordeeld wordt voor discriminatie, voor haatzaaien, voor groepsbelediging. En dat hij zijn woorden moet terugnemen. Dat is denk ik het belangrijkste. Wat zou een gepaste straf kunnen zijn voor Hugo de Jonge en Mark Rutte? Ja, nou, ja, dat weet ik niet. Daar kan ik niet over horen. Zelfstraf, levenslang? Nou, is dat niet een beetje overdreven? 10 jaartjes? Ze zijn al afgetreden, hè? In principe. Ze zijn demissionair, dus ik bedoel... Ze komen gewoon weer terug straks met een nieuw kabinet. Ze gaan gewoon weer vooruit, hè. Ze gaan gewoon verder. Geen prik, allemaal naar Texel sturen. Of naar Terschelling. Oh, dus als je niet bent gevaccineerd, dan? Naar Terschelling sturen. En wat dan? En daar wonen? Ja, nou, daar wonen. Eerst mag je weer terug zo overzwemmen als je geprikt bent. Ja, maar die QR-code is natuurlijk ook een discussiepunt. Want ik bedoel, als jij gevaccineerd bent, zeg maar, dan krijg je een QR-code. Ja. Maar je kunt evengoed nog het virus overbrengen. Ja. En dan zit je nog wel met die QR-code. Ja, dat lijkt me niet zo handig. Hoe ging het? Nou, het ging gewoon goed. Ja, ja? Ja, professionele mensen. Ja. Wat wordt de volgende stap? Krijg je meer te horen binnenkort of hoe werkt dat? Nou, je wordt op de hoogte gehouden. Je krijgt slachtofferhulp en dat is natuurlijk altijd heel fijn. Ja, heb je het nodig? Nou, dat niet. Wanneer kunnen we Hugo de Jonge en Mark Rutte achter de tralies verwachten? Nou, ik hoop dat ze eerst Hugo de Jonge gaan oproepen en hem confronteren met zijn discriminerende uitlatingen. En dan hoop ik dat een rechter zo snel mogelijk zich hierover gaat buigen en die hele QR-nonsens gaat stoppen.